blijft hier, die microfoon. Ik heb het straks voor. Ja, maar ik kan dat niet zo snel. Hij kan alleen maar lekker. Ga maar vliegen, hier is het. Hallo, goedemiddag, meneer. U moet de heer van Engelbrecht zijn. En dan kan het haast niet anders dan dat deze jonge dame Johanna van Polanen is. Gij zegt het. Wij hadden hier een rendezvous. Dat is waar, edele heer. Nu gij weldra heer en vrouw van Breda zult worden, is het misschien handig om ook een onderkomen te vinden. Wellicht is deze nederige stulp iets voor u. Inderdaad, meneer. Ik wil er u echt alles over vertellen. Want dit prachtige onderkomen is namelijk te koop. Wacht, ik geef u even een brochure. Luister even naar mij, Marcel. Alsjeblieft. Kijk eens. Engelbrecht, luister even naar mij. Zeg, Johanna. Ik probeer een huisje te kopen voor jou en de kinderkist. Dat is mannenwerk. Wil je er niet mee bemoeien? Kijk nu toch eens, meneer. Aanschouw dit pand. Het is een riante 1-onder-1 kapper. In Italiaanse stijl. De ideale gezinswoning. Een waar paleisje, als ik het zelf mag zeggen. Nee, dat mogen niet. Dit lusthof staat op eigen grond. En is goed onderhouden. Het is volledig gemoderniseerd met een kookeiland en heeft glasvezel in de muren. Het beschikt over een inpandige berging en een ruime kelder die eenvoudig nog degelijk is uitgevoerd. Het ligt op 5 minuten lopen van het station. En beschikt over ruime parkeergelegenheid voor de deur. U kunt er zo 4 SUV's op kwijt om dan nog ruimte over te houden voor het boodschappenwagentje van Jo. Laat genoeg. Maar Engelbrecht, luister even naar mij. Schatje, we moeten toch ergens wonen? Bemoei je er alsjeblieft even niet mee. Kerel, vertel me, hoe ziet de omgeving er hier uit? Ja. Kijk naar de centrale ligging. Vrij uitzicht naar alle zijden. Zie daar, het plein met het Bernhardpaviljoen. Een pareltje in het historisch centrum. Gebouwd volgens de strenge kwaliteitsnormen van de stad en landen van Breda. Dit is afzichtelijk. Ik maak het meteen met de grond gelijk. Ja, meneer, kijk dan daar die tuin. Is het geen paradijsje? Geen zwervers, geen studenten of losgeslagen moeders met kinderen. Uw eigen privépark. En het is open vanuit alle kanten bereikbaar. Ik zou er zelfs een balletje in kunnen putten. Nou, die tuin moet eerst afgesloten worden. Want al die poorters met hun schalmeien... Dat klinkt niet. En de grond klinkt ervan in. Nee, zorg maar dat Breda barst. Meneer, dan heb ik het nog niet over de gracht gehad. Die staat in open verbinding met de nieuwe rivier. En tegenwoordig dankzij de ondergrondse riolering vrij van al die nare luchtjes. En wat moet dat kosten? Voor slechts 8,5 ton wisselt dit Eldorado van eigenaar. Jij fariseer, hoe durft gij? Mevrouw, de huidige eigenaar heeft een grote broek aan. Vertel op, wie zegt de eigenaar te zijn? Liefje, laat nou dat onderhandelen aan mij over, dat is mannenwerk. Nou, van wie is het? Sorry meneer, het kasteel is in handen van een mij vaak bekende, toch zeer betrouwbare heer. Wie dan? In kapitalen geschreven. Ja, dat mogen u geraden zijn. Omroeper, sla uw analen erop na en vertel mij wie dit zijn eigendom mag noemen. Vergun mij een wijle, edele heer. Ik zoek het voor u op. Eens kijken. Zie hier. De namen van vooraanstaande poorters, welke mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen om eigenaar te zijn. In kapitalen geschreven. A.A. André Adank. Oh nee, die is ook al historie. Alfred Arbouw, gekend als bouwkundige en zeer zuinig, bouwt huizen als kastelen, maar of hij er zelf een bezit. Bob Bergkamp bezit zelf een kast van een huis, maar geen kast
eeuw. C, D, E, F, G, H, W, Wilbert Willems. Weet alles maar niks van kastelen. Dit is onbekend, Engel. Ja, dat zeg, is de eigenaar dan werkelijk onbekend? Kent ge zelfs geen voornaam? Sorry. Nee, mijn excuses, meneer. Ik heb zijn naam een keer voorbij horen flitsen, maar... Ja, ik weet het niet zeker meer. Het was iets van Johannes Jan of Janus, misschien. Heer Janus Ome, als hij de eigenaar is, zo raad ik u, koop het niet. Nee, natuurlijk niet. Ik koop een kasteel, geen luchtkasteel. Ik zoek even verder, edele heer. Ik zal het vinden. O.P. Jawel, heer. Hier staat het. Onder de P van Polane. De P van Polane. Staat u mij even toe. De anale verhalen over een castrum et villa de Breda, eigendom van de hertog van Brabant. In het jaar Onze Heren gekocht voor 43.000 gulden hallingen aan Jan van Polane, heer. Heer van de Lek in kapitalen geschreven. Mijn avu. En dat zeg je nu pas. Maar zo probeerde ik steeds, Engelbrecht. Maar uw mannelijke trots verhinderde mij. Sorry. Dit kasteel is mijn geschenk aan u. Oh. Mogen wij hier lang en gelukkig leven. Dankjewel, Johanna. En gij daar, gij zijt als dat beeld van Hercules daar. Dat ze u ook de kop afslaan, gij ongeduldige Jan. Kom op, wij worden nu heer van Breda. Op naar de kerk. Verschoning, edele heer. We kunnen nog niet naar de kerk van deze rustplaats naar uw laatste rustplaats. Er zal nog een dans plaatsvinden. Een dans? Thank you.